Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video. Nu zullen jullie vast denken, hè, nog een video? Ja, nog een tweede video voor mij, een tweede video vandaag. Want ik had er gewoon zin in. Dus ja, nu gaan we lekker City Skylines spelen. Ik heb het spel ook al geopend. Zo, en ik ga er gelijk induiken. Want hier waren we gisteren, hier waren we de laatste keer gebleven. En ik ga ook gelijk weer aan de slag. Want de laatste keer waren we hier bezig met deze bocht. Die zo liep naar deze uitgang en deze spiraal. En nu ga ik kijken of ik hier hetzelfde kan gaan doen. Dus ik ga ook gelijk lekker beginnen. Eens even kijken. Dan ga ik gelijk hiermee beginnen. Want deze twee die moeten zo meteen samenkomen op één spoorlijn. Ik weet alleen nog niet hoe ik dat ga doen. Eens even zien. Dan pakken wij het spoorlijntje erbij. En dan gaan wij gelijk aan de slag. Eens even kijken. Die erbij. Zo. Kan dat? Kan dat? Kan dat? Ja, als of en of dat kan. Eens even kijken. Zo. Ja, nou dat is goed. En dan gaan we hier hetzelfde doen. Eens even kijken. Deze trekken we lekker verder. Oh, wat krijgen we hier? Oh, dat. Ja, ja, ja. In ieder geval trek ik hem even door naar hier. Ook door naar hier. Dus even kijken, die spiraal die komt hier. Dus tegen die tijd moet het allemaal samen zijn gelopen naar 1. Eens even kijken. Eén, twee. En dan gaan we naar beneden. Oh wacht, dat doen we met Q natuurlijk. Ja, ik heb die settings veranderd. Vind ik zelf prettiger werken. Want ik heb nu dat de WASD, zeg maar, zijn de richting. Hoe heet het? Dan kan ik zo door de game bewegen. En page up, page down, dat was zeg maar met de gebouwen omhoog of naar beneden met de wegen. Maar dat doe ik nu dus met Q en E. Omdat dat gewoon lekker dicht bij de control zit om de map te bewegen. En Z en X is dan zoomen, bij wijze van spreken, maar dat kan ik ook scrollen. Maar goed, terug naar de game. Dus even kijken, deze die gaat er zo onderdoor. Eens even kijken. Pakken we spoor er weer bij. Even kijken. Zo. Eens even kijken, dat zit wel mooi naast elkaar. Even kijken, hoe zit dat? Ja, dat is best wel vervelend eigenlijk. Als ik hem nou eens hier omhoog laat komen. Dus hier naar beneden laat gaan. Dan... Nee, dat is te lang. Kijk, hier misschien. Dan hier. Naar beneden. Dan kan ik hem hier laten oversteken. Ja. Dat vind ik goed genoeg. Zo. Zo. Wat ik ook zou kunnen doen. Is dit. En dan. Gewoon de boel dichter bij elkaar leggen.
Oh, deze moeten we hebben. En dan die. Ja. Volgens mij was het hier naar beneden brengen. Dus dan moet ik ook de juiste hoek pakken. Even kijken. Volgens mij was dat hier. En dan even kijken. Pak ik spoor er weer bij. En dan. Oké. Dat is niet zo. Even kijken. Eén. Twee. En dan gaan we hier. Even kijken. Als ik dit doe, kan ik dat dan veranderen naar twee sporen? Nee, natuurlijk niet. Oké. Ja, dan zou ik het gewoon zo moeten doen. Dan deze erbij pakken, want hier wil ik naar beneden gaan. Dat is pittig. Dat is heel pittig, jongens. Ja. En als ik dit nou eens. Eens even kijken. En dan pak ik het spoor erbij. Pak ik enkel spoor. En dan kan ik hem niet hier in het midden leggen. Dat is zuur. Even kijken dan hier misschien. Nee. Daar. Ja. Volgens mij was het namelijk. Dit is twee stuk. Dit is. Er zijn. Dat is twee. Dus ook vanuit hier 1, 2 moeten doen. En dan eigenlijk in de rechte lijn hier langs. Jongens, dat is moeilijk. Is dit een goede afstand? Dan denk ik toch dat ik deze afstand ga pakken. Ja, weer de verkeerde toets. Zo. En dan pak ik deze erbij en die trek ik in één rechte lijn door hier naartoe. En deze ga ik upgraden naar 2. Dan kan deze weg. En dan kunnen we deze verder. Tenminste, dat is de bedoeling. Eens even kijken. Hier zo. Eerst even een recht stuk erlangs. En dan pakken we deze.
Dan pakken we de enkele. Die wil misschien wel werken. Zo. En dan pakken we de upgrade tool voor die. En natuurlijk werkt die dan niet. Oké. Dan pakken we even die weg. Zo. Die aan. Even kijken, dan ga ik hier ook de engel uitzetten. Oké. Wie zou dit moeten doen? Dit vind ik gewoon zo vals, hè? Hij doet het gewoon. Hè, eindelijk. Goed. Dit is dus de tunnel. Die loopt van hier naar daar. Even kijken. Ik weet echt bij god niet hoe ik dit ga oplossen. Want, eens even kijken. Ja, dat doet er verder niet toe. Is niet bijzonder. Even kijken. Ja. Eens even kijken. Hoe had ik dit ook weer hier gedaan? Ging ik hier nou van boven naar beneden of van onder naar boven? Zo te zien van onder naar boven. Oké. Ja. Hier ging ik van onder naar boven, dus dan ga ik dat aan deze kant ook doen. Hoe had ik het hier gedaan? Hoeveel hadden we er hier? Naast elkaar. Even kijken. Zo, jongens. Eens even kijken. Volgens mij had ik er hier 4 tussen zitten. Ja, zo had ik het gedaan. Eens even kijken. Eens even kijken. Ja, dat geluid wat jullie net hoorden, dat was mijn moeder. Die kwam even een bord met avondeten brengen. Want het is nu 6:10. En het is de bedoeling dat deze video om 7:00 online komt. En hopelijk heb ik dat ook gered. Eens even kijken. Yo, ik ben even blanco nu. Hoe kan ik dit het beste doen? Weet je wat? Ik ga eerst even die bomen hier weghalen. Zo. Van naar achteren. De rolstoel. En. Hoppakee. Bosje weg. Nog meer bosjes. En dan gaan we voor de bomen. Pas op voor hoofdtelefoongebruikers, het wordt nu lawaaierig.
En toen was rust. Maar ik heb wel hier een hele hoop bomen weggehaald. Oké, nou, dan kunnen we nu beginnen aan de spiraal. Eens even kijken. Zo. Even kijken. Zo. Kijken, 3, 4 en dan. Ja. Oh, die is ook hier niet gebeurd. Zo. 4. Niet meer en niet minder. Die weghalen. Even kijken, nee. Want, even kijken hoor. Zo. Dit is 4. Dan 1, 2. Ja, ja. En dan ook aan deze kant. 4, dan 1, 2. 4 plus 2. Nou, 4, dat heeft allemaal te maken met de dikte van de weg natuurlijk. Ja, ik denk dat dit het gaat worden. En hoe had ik dat hier gedaan? Is het gewoon 1 omhoog of 2 omhoog? Want ik heb hier nog die bocht liggen en dan ga ik hier. Even kijken, per half ga ik gewoon, of per kwart volgens mij, ga ik 1 omhoog. Ja. Dat is om een mooie, gelijkmatige helling neer te zetten. Maar ik ga eerst even wat pakken. Zo. Namelijk mijn avondeten. Zo, dus af en toe tussendoor neem ik een hapje van mijn avondeten. Zo. Even kijken hoe ik het hier ook weer gedaan had. sorry. Dat is, even kijken, een kwart. Even kijken, dat is 1, 2, 3, 4 stuks. En dan 3. Eentje omhoog. Ja. Ik denk dat dat wel in orde is. En vanuit hier 1 omhoog. En dan enzovoort, enzovoort, enzovoort. Totdat ik bovenaan ben. En dan het laatste stukje doe ik dan zonder pilaren, want dan kan ik het zo heel mooi in een vloeiende lijn laten stijgen. Anders zit ik gewoon met pilaren die gewoon dwars door de route heen lopen van de sporen. Maar goed, dan hierheen. Zo. En dan beginnen we aan de spiraal. Zo. Zo, oké, dan gaan we dus anders doen. Beginnen we. Oh, dat vind ik vals. Oké. eerst een stukje recht. Die gaat hierheen. En dan pakken we deze. Jongens, dat vind ik vals. Hoppakee. Dan doen we het zo. Pakken we een weggetje erbij.
eens even kijken. En dan pakken we eentje hiervan. En die trekken we door. Want er wordt moeilijk gedaan om die ene meter. Hoppakee. En dan pakken we het spoor er weer bij. En dan. Hoppakee. Oh. Verkeerd spoor. Het moet natuurlijk wel twee richtingen zijn. Zo. En dan pakken we die. Zo. Pakken we die er weer bij. Zo. En dan gaan we eentje omhoog. En dan gaan we deze ook weer eentje omhoog. En dan gaat deze ook weer. Even kijken. Hoe had ik dat hier gedaan? Dat was het driekwart rond en de laatste helft ietsje kleiner. Ja. Het is driekwart rond en de laatste ietsje kleiner. Zo. Of is deze al ietsje kleiner? Volgens mij wel namelijk. Eens even kijken. Als ik hem hier namelijk neerzet. Dan valt deze van de weg wat weg. En dan heb alleen deze twee, die moet hier zijn. Dus, even kijken. Pak ik weg er even bij. Ga ik wat laten zakken, zo. Daar. Zo. Pak ik het spoor er weer bij. In de bocht. Zo. En dan gaan we deze weer omhoog brengen. Even kijken hoor. Want normaal gesproken zou die dus daar staan. En nu staat die hier. Dan eentje omhoog. Zo. En dan was het volgens mij deze omhoog brengen. Eens even kijken. Die moet weer weghalen. Zo. Wacht, iets klopt er niet hier. Even kijken. Die komt hier zo te staan. Zo. 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 Die komt hier zo te staan. Niet hier, maar daar. En dan dus, even kijken, 1, 2 hoger, zo. Dan eentje lager. Oké. Zo, even kijken, hoe had ik dat hier gedaan? Driekwart rond. Je ziet er niks van. Deze moet dan het grootste zijn, samen met deze. Wacht even hoor. Dit vind ik, dit is echt een...
Deze die is 4. Fuck, dat moet ik niet hebben. Zo. En deze. Die is ook 4. Dus deze is gewoon 3/4 rond en dan wordt die kleiner. Maar zo ziet het er niet uit. Hoe had ik dit aangepakt? Want het lijkt gewoon een perfecte cirkel. Oké, ik ga het toch eens even proberen. Even kijken. Ik ga zo de video wel in tweeën splitten. Anders wordt die te lang. Even kijken hoor, want deze zou ik dan hier naartoe brengen. En dan 1 omhoog. En dan zou ik deze ook weer 1 naar binnen brengen. En ook weer 1 omhoog, maar dan zitten we niet op 1. Dan zitten ze niet op 1 lijn. Dus misschien. Zit het wel zo? Nee, totaal niet. Hè? Dat vind ik apart. Oh, wacht. Natuurlijk, wacht even. Dat komt natuurlijk omdat ik hem hier niet had. Hahaha. Nou, die zit op 1 lijn omhoog. Dan zit hij nog verder naar achteren. Zie je wel. Zie je nou wel? Eens even kijken. Zo, deze zit dan hier. Dat is eentje naar achter. Eens even kijken. Zo. Dan zou deze. Kijk, dat is 0. Dat is 1. Dat is 2. Zou die hier moeten komen? Zo. Zou deze hier moeten komen? Deze kwart heb ik fout gedaan. Deze die moet dan hier komen. Zo. En deze die zou dan hier moeten komen. Kijk, hè, gevonden. Nou, dat is een perfect moment om de video in tweeën te splitsen. Zo, nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Als je het een leuke video vond, doe dan vooral het duimpje omhoog. En wil je meer van dit soort content zien, druk dan op abonneren, dat kan hier beneden. En wil je op de hoogte blijven van nieuwe video's van mij, druk dan op de bel. Dan krijg je elke keer, wanneer ik een video upload, een melding. Dus ik zou zeggen, blijf, non de je. Ik ben zo slecht in dit soort dingen. Morgen om 12:30 dan komt het tweede deel van deze video online. Dus ik zou zeggen, hou de tijd in de gaten en dan zie ik je morgen. Tot ziens!